Heeft het ondernemersbloed bij jou altijd al er heel jong ingezeten? Ja, eigenlijk wel. Ik heb een kleinkunstopleiding, theateropleiding gedaan. En eigenlijk ben ik vanaf het allereerste moment dat ik stage ging doen al een eigen bedrijf begonnen. Met een eigen cabaretgroep. Dat is heel klein. Maar je moet toch een bus huren, je moet begrotingen maken. Je moet zorgen dat er genoeg mensen naartoe komen. Lukte niet die eerste 3 jaren. Maar uiteindelijk ben ik altijd een ondernemer geweest. En op het moment dat ik tv begon te doen en een beetje begon te vervelen, want ik deed shownieuws bij SBS, dat was iedere dag 5 minuten, dacht ik, ja, wat doe ik nou met die andere 23,5 uur van de dag? En toen ben ik een eigen productiemaatschappij begonnen met Piaf, met Lisbeth List. Dat was mijn eerste eigen theaterproductie met Roel Vente toen in die tijd. Ben je dus schade en schande wijzer geworden als ondernemer in het begin? Nou kijk, als je een hit hebt, en Piaf was een hit, hè, heel, nou ja, ik moet niet zeggen goedkoop geproduceerd, was een mooie voorstelling, maar niet te duur. Dus op het moment dat je dan heel veel kaarten verkoopt, dan verdien je er ook aan. Maar dan word je overmoedig. En ik denk dat iedere ondernemer dat herkent, dat als je overmoedig wordt, dan gooi je eigenlijk het jaar daarna alles weg wat je het eerste jaar hebt opgebouwd. Ja. Nou, dat gebeurde ons dus ook. En daar leer je van. En dan word je echt een ondernemer die zich ook een beetje voorbereidt op het moment dat het wat minder, dat de zon wat minder schijnt. De grote Joop van den Ende, daar moest jij tegenop boksen destijds. Was dat dan moeilijk voor jou? Nee, omdat ik denk ik vanaf begin af aan, ik denk dat markt kan beamen. Ja. Ik heb heel duidelijk een eigen segment in de markt gezocht. Ik heb de biografische musicals een beetje ontdekt voor Nederland. Ik heb de wat kleinschalige toerende producties omarmd. En daarmee gaven we eigenlijk een enorm goed antwoord, samen de theaters in het hele land, op het grote geweld in Utrecht en Scheveningen dat Joop produceerde. Wij waren er heel blij mee. Ja. We waren echt heel blij met jullie komst. Omdat er een kwaliteitsvolle speler op de markt kwam die zich net iets anders positioneerde. Dan hadden wij behoefte aan. Ja, die mix aan theatervoorstellingen is natuurlijk voor jou heel erg belangrijk. Ja, dat is echt heel belangrijk. En wat voorop blijft staan is toch kwaliteit. Want kwaliteit verloog je niet. Uiteindelijk leert je publiek ervan en maken ze daar de keuze in. Dus zeg maar een goede, kwaliteitsvolle, creatieve partner is echt van wezenlijk belang. En dat waren jullie van begin af aan. Ja. Ja. Ook wel met vallen opstaan, maar dat volgens mij is ondernemen is gewoon niet anders. Ja, hebben jullie veel contact met elkaar? Ja, zeker. In al die jaren al. Dat moet ook wel, want je bent partners. Ja. Hè? Zeker als je toerende producties maakt, kan ik wat investeren en nu steeds kan wat investeren. Maar de theaters moeten ook investeren. Want het is in principe duurder om met trucks en met bussen het land in te gaan. Om naar de mensen toe te komen dan dat je denkt, je zet alles in Scheveningen of in Utrecht. Want wie loopt nou het meeste risico als er zo'n grote productie op de planken staat? In dit geval nu ook met stage. Nou, dat zijn we eigenlijk gaan verdelen. Ik denk dat het eerlijkste antwoord is. Ja, dat klopt wel. Kijk, het risico bij de producenten, zij kiezen. Zij maken een primaire keuze, tot nu toe. Hè, het is allemaal een beetje aan het schuiven van welk product je op de plank wil brengen. En de voorinvestering, dus het risico zeg maar om het te gaan maken, om het te creëren, die ligt altijd wel bij de producent. Die probeert dat natuurlijk deels met de speelplek in het land af te dekken. En het risico primair bij ons ligt, is dat wij die speelplekken gaan geven en dat die wel gevuld moet worden. Ja, ja. Dus het is wel een goed antwoord je zegt. Ja, het mooie is wel dat gaan we volgend jaar doen samen met de Theateralliantie. Mm-hmm. Ja, dat zijn de grote theaters van Nederland die samen met Stage gezegd hebben, wij gaan een grootschalige productie in het land aanbieden. Waarbij eigenlijk de theaters zeggen, wij zijn leidend daarin. Hè, dus wij nemen de lead in het hele verhaal. Stage produceert het en zal zijn know-how erin brengen. Maar het is echt een productie die de Theateralliantie presenteert. En dat vind ik een hele mooie samenwerking. Dat zijn die nieuwe wegen waarnaar je aan het zoeken bent om toch met producties het land in te kunnen blijven gaan.